Vandaag heb ik een roddelvideo voor jullie en het is naar aanleiding van een video van Jill die ik echt super leuk vond. En zij heeft natuurlijk ook nog een keer gezegd, disclaimer, het is natuurlijk het idee van Marcia en van Anna Nushin. Maar ik vond het heel erg leuk om het ook eens te doen. En ja, ik wil in ieder geval zeggen, het is dus niet mijn eigen idee, geen credits naar mij, maar credits naar Jill, Anna Nushin en Marcia Velk-Destova, Beauty Gloss. Jullie hebben super veel roddels ingestuurd, dus laten we maar snel beginnen, want ik was echt verbaasd om wat voor roddels er over mij zijn. De eerste roddel is, ik heb gehoord dat je een veel oudere vriend hebt. Dit is niet waar, hij is wel ouder, maar hij is niet eens een jaar ouder. Hij wordt zeg maar aankomende mei, wordt hij 19 en ik word in september 19, dus dat ligt best wel dicht bij elkaar eigenlijk. Deze was ook echt mega vaak toegestuurd, dat ik verkering, een relatie of iets met Waylon heb gehad en dingen met hem heb gedaan en dat ik daarom verder ben gekomen in de Voice. Dit is echt belachelijk. Ik heb Waylon denk ik 4-5 keer gezien en gesproken en ik snap niet waarom mensen dat denken. Ik snap het gewoon echt niet. Want tijdens de Blind Auditions had ik nog geen relatie en nog helemaal niks met Stefan. Maar tijdens de Battles had ik net een relatie met Stefan en tijdens de Knockouts dus ook. Dus ik snap niet dat mensen dan denken dat ik iets een relatie of iets had met Waylon. En volgens mij had hij toen ook al een relatie met Bibi. Dus mindfuck gewoon. Ik snap niet hoe mensen dat kunnen denken. Nog een rol is dat ik rook. Dat is niet zo. Ik heb ooit gerookt. Niet vast, maar ik heb het ooit wel eens geprobeerd. Maar ik rook nu zeker niet. Deze kreeg ik ook best wel vaak. Ik zou betaald hebben gekregen om mee te doen aan de Voice of Holland. Zodat de Voice of Holland meer kijkcijfers zou hebben. Dat is ook echt totale bullshit. Dat is niet waar. Ik wilde gewoon zelf meedoen aan de Voice of Holland. En ja, deze vond ik wel grappig. Dat ik altijd twee verschillende sokken draag. En dit is best wel vaak waar. Ik draag ook altijd de sokken binnenstebuiten. Around zou niet zelf geschreven zijn, maar gekocht zijn. Dit is niet waar. Mijn auditienummer is helemaal zelf geschreven. Ik heb daar ook geen hulp bij gehad. Bij Junior Song krijg je daarna gewoon producers die je gaan helpen met het een beetje wat commerciëler maken, wat toffer maken. Toen heb ik het dus niet helemaal meer zelf geschreven, maar toen heb ik het samen met mensen gedaan. En hij is niet gekocht. Dus nee, niet waar. Dat ik mijn borsten heb laten vergroten. Dat is ook niet waar. Ik heb niet de allergrootste borsten, dus ik snap ook niet dat mensen dat zeg maar zullen denken. Ik heb gewoon een prima maat, dus ja. Ik snap niet dat mensen denken dat ik ze heb laten vergroten, eigenlijk. Deze vond ik wel grappig. Ik zou stiekem mee hebben gedaan met alcoholische drankjes tijdens de summer break. Maar dat werd niet in beeld gebracht omdat ik toen nog geen 18 was. Klopt helemaal niks van. Deze rolde ik eigenlijk ook heel erg vaak. Ik zou heel erg gemeen zijn en heel erg arrogant zijn. Dit is niet. Ja, het is een beetje raar, want het is maar hoe je mij vindt. Eigenlijk is het gewoon een mening. Je kan mij heel erg arrogant vinden. En ik kan ook wel eens best wel met een arrogante blik resting bitch face over straat lopen. Daarbij jongens, ik ben ook niet altijd vrolijk. Ik lach niet altijd. Ik ben niet altijd in een goed humeur. Maar ik denk dat niemand dat is. Alleen mij wordt het denk ik wel snel aangerekend of zo. Dat ik niet lachend over straat loop. Of mensen gewoon opeens resting. Gewoon bitchy aankijken of zo, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Alleen ik denk dat het wel gewoon vaak gebeurt. Dus ik zou arrogant of gemeen kunnen overkomen. Daar ben ik zelf ook wel eens bewust van. Ik heb Waylon gevraagd om mij niet mee te nemen naar de live shows. Omdat ik tijd wilde vrijmaken voor Londen en andere dingetjes. Ik heb dat echt zeker niet gedaan. Deze kwam ook best wel vaak. Ik snap niet waar mensen dat denken. Dat het en een keertje uit is geweest tussen Stefan en mij en dat ik vreemd ben gegaan. Dit is allebei niet waar. Ik snap niet waarom mensen dat denken. Ik snap echt niet waar sommige roddels vandaan komen. Ja, ik heb thuis echt een beetje een bad hair day, dus ik zit heel vaak aan mijn haar, sorry. Maar ik ben niet vreemd gegaan en ik snap het echt niet hoe mensen dat kunnen denken. Sorry, ik snap het gewoon echt niet. Deze vond ik wel grappig, dat ik zanger zou zijn. Nee jongens, ik ben niet zanger. Er zouden naaktfoto's van mij rond zijn gegaan. Ik heb daar een keer een video over gemaakt. Er is ooit een wat pikantere foto van mij rondgegaan die niet naakt was. En verder zijn er geen naaktfoto's van mij rondgegaan. En er zijn ook geen naaktfoto's van mij. Ik zou drugs hebben gebruikt. Dit is niet waar. Ik heb natuurlijk wel eens drank gedronken. Maar ik heb nog nooit gebloot. Ik heb nog nooit coke gebruikt. Dat ga ik ook echt nooit doen. Nooit ecstasy. Dat is het enige wat ik ken. Zo sad is het bij mij. En ik heb natuurlijk wel een keertje gerookt. Ik heb net ook
natuurlijk. Dat bedoel ik niet zo, maar als een, dat heb ik net ook verteld. Ik raad het je niet aan. Het is heel erg verslavend. Ik ben niet verslaafd geweest, maar ik weet uit mijn omgeving dat het echt super verslavend is. Dus begin er niet aan, alsjeblieft. En begin ook niet aan drugs, trouwens. Maar ik heb wel eens wat gedronken, maar dat is het enige drugs die ik ooit heb gebruikt. Dat ik het Junior Songfestival heb omgekocht om te winnen. Nou, dit is zeker niet waar. Ik kwam er echt als onervaren meisje binnen. En ik wist echt niet wat me te wachten stond en hoe dit allemaal werkte, dat hele wereldje. Dus dat is echt totaal niet waar. Ik zou verkering hebben gehad met iemand van het Junior Songfestival. Dit is zeker niet waar. Ik zou ruzie hebben gehad met een van de coaches van The Voice. En vooral vond ik Anouk niet aardig. Dit is allemaal niet waar. Ik vond Anouk echt heel erg meevallen tegen mij. En nu ik ook meer afleveringen van haar heb gezien, dacht ik echt, wow, ze is echt een tof wijf. Klinkt heel onaardig, vind ik, maar ze is echt een tof mens. Dus ik vind haar hartstikke aardig. Ik heb niet heel erg veel met haar gepraat, maar hoe ze tot nu toe op mij over is gekomen, vind ik er echt heel tof. Ik zou onzeker zijn over mijn neus. Dit is deels waar. Ik ben er nu niet meer onzeker over, maar ik ben er heel erg lang onzeker over geweest. Heel veel mensen hebben er ook wel eens dingen over gezegd. Ja, en eigenlijk sinds ik een relatie heb met Stefan ben ik er niet meer echt heel erg onzeker over. Want hij zei, yo, what the fuck ben je aan het doen? Waarom denk je zo over jezelf? En ik en niemand kijkt naar neuzen. En het is, ja, ik weet wel dat heel veel mensen tegen mij zeggen. Alleen ik weet ook dat dat het enige is wat ze zeggen. En uiteindelijk moet je het misschien dan maar omkeren van, oké, als dat het enige is wat ze op je hebben aan te merken, dan weet je, dan heb je toch best wel goed getroffen, toch? Ik bedoel, ik weet dat ik geen mini klein schattig neusje heb, maar het is ook echt niet heel heftig of zo. Ik dacht, ik ga er toch maar een keertje over beginnen op YouTube, want zo heel veel mensen reageren er wel eens over. Maar ik ben er inderdaad best wel onzeker over geweest en ik heb het echt wel proberen te vermijden op hoe ik op foto's stond en zo, maar ik heb het leren accepteren. Dat klinkt zo raar, maar ik ben gewoon blij met mezelf nu. Het valt me trouwens op dat ik echt vet veel rollen kan ontkrachten. Maar het verbaast me gewoon hoeveel er over mij rondgaat wat echt helemaal niet waar is. Of tenminste over die naaktfoto's was dan deels waar. Ik snap waar dat vandaan komt. Arrogant kijken misschien wel. En over mijn neus was ook wel waar. Maar de rest is gewoon allemaal niet waar. Oh, er was trouwens nog een roddel. Dat ik mee heb gedaan aan The Voice om bekender te worden. Heel veel verschillende soorten rollen kwamen daar van binnen. Deels is dit natuurlijk wel waar. Want je doet mee aan The Voice omdat je een groter publiek wil. Je wil van je zingen wil je carrière maken en je werk maken en je wilt dat het meer dan een hobby wordt. Ik deed mee aan The Voice omdat ik er een jaar een beetje uit lag in dit hele wereldje. Ik heb heel hard aan mijn HAVO gewerkt om dat af te ronden en mijn examens te halen, dus daarom kon ik even niks uitbrengen. Ik deed ook zeker mee voor de ervaring, want het leek me gewoon heel erg leuk om met een commercieel programma mee te doen, want dat werkt natuurlijk ook weer heel anders dan een publiek omroepprogramma. Ik vond het gewoon heel erg leuk om mee te doen. Ik wilde al vanaf kleins af aan eens een keer weten hoe dat was om bij The Voice te zijn. Maar het is natuurlijk ook een hele goede springplank voor mijn carrière geweest. Want het gaat nu weer veel beter met mijn volgers. Ik heb weer even een breder publiek kunnen aanspreken. Dus deels is het ook wel waar. Maar ik denk dat het niet iets slechts is of zo. Ik heb gewoon heel veel uit The Voice kunnen halen. En ook al ben ik niet naar live shows gegaan, ook al heb ik niet gewonnen. Ik heb er gewoon heel veel aan gehad. En qua ervaring, qua exposure, gewoon qua heel veel. Dus dit is deels waar. En heel veel mensen zijn het tegen mij een soort aanvallend van, ik heb gehoord dat je alleen maar meedeed voor de aandacht en voor bekendheid. Maar dat is ook deels waar. En dat is ook deels waarom mensen meedoen aan een televisieprogramma. Dat is echt niet alleen maar voor de ervaring. Het klinkt heel lullig. Maar tuurlijk, ik heb het ook echt wel voor de ervaring gedaan. Het was echt super cool om daar aan mee te doen. Maar je doet het ook omdat je weer een wat breder publiek wilt. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ik vond het een hele leuke video om te maken. Heb jij nou een roddel over mij gehoord? Laat die hieronder in je reactie achter. En misschien maak ik wel een roddels deel 2. Ik hoop dat jullie het verder gewoon een leuke video vonden. En blijf me vooral volgen, want mijn nieuwe single komt 9 maart uit. Je kan hem 2 maart al pre-orderen op iTunes. En hij heet Selfies en ik hoop dat jullie hem super tof vinden. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video. Vergeet niet te abonneren, vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet me niet te volgen op Instagram. En ik zeg, ciao, adios, en dan.